god. Ik denk dat ik hier heel veel geld ga uitgeven. Want letterlijk bij elke kraampie, zeg maar, vond ik wel iets leuks. Oh, cute. Ja, echt dat heel leuk. Dit is mijn favoriet. Dit ga ik wel heel erg missen hoor. Bye, het was leuk. Ik zeg hi. Hallo. Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik begin deze video vandaag buiten. En dat komt omdat het tweede deel is van de vorige verhuisvlog. In de vorige verhuisvlog nam ik jullie mee naar Amsterdam. En daar gingen we samen met mee naar 3 kringloopwinkels. En we gingen ook naar een vintage sale. Ik vond de video best wel lang uiteindelijk, 36 minuten. Dus ik heb besloten om dus in 2 delen te doen. En dat is dus deze video. In deze video gaan we dus naar de vintage sale in Amsterdam. Dat was echt super leuk. En we hadden niet echt verwacht dat het zo leuk zou zijn. Dus het is nogal een beetje chaotisch. Omdat ik was gewoon zo enthousiast. En overal keek dacht ik, oh my god. Kleine disclaimer. Heel veel enthousiasme en soms een beetje snel, zeg maar. En in deze video zie je ook de laatste dag in mijn oude huis. Dus schoonmaken en zien jullie ook een lege oude house tour. Ja, heel veel mensen wilden dat nog zien. Dus die zit allemaal in deze video. Dus ik wens jullie heel veel plezier met kijken. Nou, we zijn er. Dit is echt zo'n hal. Hoe groot. En ik liep dus echt gelijk aan deze. Want hij is echt, ja, hij is echt gorgeous. Oh my god. Hij is 85. Dit zijn echt prachtige spullen. Ik had echt moeten wachten met dingen kopen. Want wat even is dit? Check dit. Maar ik durf niet eens te doen. Ja, echt mooi. Maar ook gewoon alles. Ik denk inderdaad dat we best wel snel soort van klaar zijn. Maar oh, ik vind de stoelen. Maar daar heb je ook een spiegel. Oh, die oh set. Hou op. Oh, wow. Wow. Oh mijn god, en nee. Hallo. 136 euro, dat is niks. Voor een tafel en stoelen. Ik vind het heel leuk. Zo cute, ja. Oh, wat een lap is. Nou, ik kwam net een kijker tegen. Zo lief. Kijk deze. Oh, 4 euro. Dat vind ik helemaal niet veel. Nee, I know. Cute, hè? Moet je een lampje hebben? Ja, gewoon staanlamp. Dat is cute, hè? Ja. Oh. Wat een. Ik moet natuurlijk ook nog spiegel hebben, maar ik zie nog maar best wel kortere spiegels. Wauw, en mee. En nee, weet ik niet. Kijk wat ik laatst heb gekocht. 25. Oh my god, hij heeft pootjes. Ja, leuk. Nee, kijk. Echte. Kijk, eigenlijk. Ja, het is te kort. Hé, maar Ron, kijk hier. Ja, ook leuk. Ook heel leuk. Wauw. Die spiegel is dus echt super mooi. Maar hij is dus zeg maar net te klein, dus dat is shit. Het event is dus van Reliving. Er staan dus allemaal kopers ook. En kijk, ze hebben een planthoek. Oh, zo. Ja, leuk hè? Dat is leuk. Nou, ik vind deze dus echt super cute. Ja, echt het is heel mijn favoriet. Deze en deze. En het past echt perfect. Neem je het? Ja, of deze. Ik vind deze. Deze vind ik ook wel echt mooi hoor. Dit is wat rustiger misschien. Ja. Maar inderdaad, deze dan misschien. Voorzichtig zijn gewoon. Hoe was deze? Ja, deze is leuk hè. Oh, deze is ook leuk. Ja. Hoe cute, ik heb nog nooit deze gezien. Dit hè? Dit heb ik nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Ik weet er niet wat het is. 14. Is dat? Voor een droog boeket? Nee, het is prijzig. Ik vind een droog boeket vind ik er niet zo heel prijzig. Ik zie dat in ieder geval wel vaker. Ja, ik ook. Ik zit te denken of ik er misschien 2 ga nemen. Deze en deze. Want dit past sowieso in mijn huis. Dit is de vibe. Ze heeft een nieuw huis, dus ze gaat... Ah! Dus dit heeft ze allemaal nog niet. Nee, ja. Ik heb alleen graan. Dit. Wat? Nee, hou op. Die wil ik. Dit is toch sick als je dit in je huis hebt? Hoe fucking nice. Dat heb ik nog nooit gezien. Ze zijn er ook groter. Dus meer naar hoogte in, ja.
Oh, maar dit is... Ik wil alles kopen wat hier staat bijna. Het is niet normaal. Ik denk dat ik hier heel veel geld ga uitgeven. Want letter bij elke kraampje, zeg maar, vond ik wel iets leuk. Oh. En mee... Wat de F, ja. En die bureau daarachter. Die hebben ook een plantstandaard daar. Wauw. Alles is mooi. Alles mooi. Wauw. Prachtig. Hier is dus een plantstandaard. Ja, die zag ik dus. Maar hoeveel is die? Maar kijk, dit vind ik dan weer minder. Ja. 85. Oh, en heb je deze gezien? Die zijn ook mooi, hè? Oké, jongens. Ik vind deze dus echt prachtig. Like, prachtig. Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Ze is 17,50. En ik ga ze nemen, want I can't. Want kijk, check dit, hè? Check it. Ja, het is prachtig. Oh, wat mooi. Oh, ik kan niet. Wauw. Dit is dus exact eigenlijk de spiegel die ik wil. Zeg maar dit. Als iemand nog zo'n spiegel kent, maar dan lang. Echt zo breed wil ik hem. En lang. Ik weet te filmen de hele tijd. Ik ben te veel aan het kijken. Ja, je bent te veel aan het kijken. Wacht, ik wil even kijken of die tafel is. Ik heb net een salontafel gekocht. Is dat geen prijs? Oh, die kapstok. 100 euro. Ja, hij is echt prachtig. Super mooi. Ja. Oh, deze. Ja. Geweldig. Er staat alleen geen prijs op. Ik weet niet of je het ziet, maar het is zoveel. Ja. Oh, die is ook mooi. Die is 7 euro. Oh ja. Leuk. Het is ook wel rustig op zich. Ja. Hoeveel zou deze zijn? Ik weet niet. Moet je een hele mooie lampbol, weet je wel? Dat is ook mooi te zien. Maar ik weet niet hoeveel die is. Er staat ook niemand bij. Oeh, ook mooi, hè? Wat? Oh, jeetje, ja. Oh, wat? Alles is zo mooi. Oh, deze is ook wel grappig. Maar wel klein, hè? Hij is laag. Hij is laag, ja. Zal ik zo even proberen? Hij is wel voor kleine mensen. Ik denk wel, ik wilde net zeggen, ik denk dat jij er heel veel in zit, maar misschien niet al je bezoek. Ja. Nee. Wat vind je? Ja, het is lekker. Helemaal niet. Ik verwacht dat hij super laag was, maar het valt heel erg mee. Het is zeg maar lager dan gemiddeld, maar het zit gewoon lekker. Het zit lekker, hè? Het zit heel, wat vond je van die andere is wat minder lekker voor mij? Ik heb gezeten. Maar deze is wel een beetje stuk, zag ik. Waar? Oh ja, dat zie je echt niet. Tafel ook. Oh mijn god, ik was gek. Dit is letterlijk onze stijl. Alles is onze stijl. Het is vreselijk. Het is gewoon vreselijk. Kijk hoe leuk deze zijn. Ja, ze zijn mooi. Super mooi. Ja. Love it. Kijk, in de green-up zijn deze dan altijd gewoon heel dof. Ja, ja, for sure. Dat is ook gewoon zo. Heel mooi. Ik heb nog nooit zo'n soort lange gezien. Krampie. Heel leuk. Oh. Ook leuk. Zo super mooi. Het is gedroogd en zo mooi gekleurd. Wauw. Precies niks hiervan in mijn huis, maar wel heel mooi. Dit is ook wel cool, hè? Ja, heel mooi. Ik vind deze veel mooier. Dat dit ook echt van deze kleur. Ik vind dat is echt gewoon mijn kleur, zeg maar. Ik vind dat oranje echt super mooi. Dus ik ga vragen of ze zeg maar deze in één kan doen. Ik zag net deze wandlamp. Ook echt heel leuk. Ik heb natuurlijk een wandlamp nodig. Heel cute. Wat 30. Ja, we kijken eventjes bij iets waar we volgens mij niet echt hoort te kijken. Maar ik vind het echt super leuk. En dit nachtkastje is echt geweldig. Ja, wat er maar één is. Ja, nou echt heel leuk hoor. Ook echt cute. Dit is toch echt gewoon heaven voor ons. Dit is gewoon heaven. Volgens mij dus een kijker voor ons. Staat hier ook. Het is echt
super leuk. En ja, ik ben helemaal obsessed. Oh, wat is dat? Hou op met mij. Oh, super cute, hé. Hey. Super cute. Ja. Deze is echt heel leuk, hoor. Deze kijk ik me ook nog steeds aan. 55. Deze is ook trouwens echt heel mooi. Ja. Voor een bureau. Nou, wij zijn eventjes gaan zitten bij deze superleuke, superleuk barretje. Lekker bananenboter. En ik zie nog steeds deze stoel. Ik ga even inzoomen. Die stoel. En ik denk, hij is zo mooi. Nou, en Menik zit weer in de auto. En wat moet ik zeggen? Ik weet het niet meer. Ik ben speechless. Speechless ben ik. Ja, echt heel leuk. Jullie zien het. Als ik in het huis ben eigenlijk. Ik ben zo moe. Nou, je neemt het nu ook niet eens mee naar huis. Het blijft nu bij mij staan. Ja. En dan neem ik het mee zodra jij de sleutel hebt. En dan ga je het helemaal zien. Dit is je gezicht na 3 dagen fully schoonmaken, tassen sjouwen in het oude huis. En vandaag wordt er 30 graden en het is hier nu al zo warm. Ik weet niet eens of je ziet, maar ik zweet gewoon. Letterlijk plak overal. Het is zo vies. Vandaag om 5 uur moet ik de sleutels inleveren. En dan komt er ook een inspectie voor om de borgtocht te krijgen. Of alles schoon is, et cetera. Ik heb nu een jurkje aan omdat ik eigenlijk al mijn zomerkleding basically had ingepakt. Ik heb voor een week mijn kleding in een koffer gedaan. En ik had niet echt verwacht dat het vandaag 33 graden zou worden. Dus je girl, dit is zeg maar het koudste wat ik heb. Zeg maar het zomerste wat ik heb. Dus ik ben nu zo aan het schoonmaken. Ja, het is echt super. Het is echt een look hoor. Mijn vader komt zo en dit moet nog mee. Hier ligt nog mijn koffieapparaat. Ik heb geen tassen meer, dus neem papa ook mee. Ik heb net de koelkast schoongemaakt en zo. Dit zijn nog dingen die mee moeten uit de koelkast. Zoals dit ook. Ik zal straks nog wel eventjes een final rondje laten zien als het helemaal klaar is. Nog even doorpakken. Tip van mij, neem nooit zo'n keuken. Nooit. Ik heb dit net 1 miljoen keer schoongemaakt. En dan komt dit weer op, zeg maar. It's making me crazy. Dus ik ga het nog 1 keer even goed doen. Maar zodra het opdroogt, dan krijg je dus dit soort vlekken, zeg maar. Het is eigenlijk nooit schoon. Never. Dus nooit, ik koop nooit zo'n ding. Echt. Zo leeg. Echt weird. Ik ga jullie zo nog wel eventjes een kleine home tour doen. Alle spullen die hier nu nog staan, die stonden er al in. Behalve de eettafel met die hoge eetstoelen. Maar ik dacht, ik ga het sowieso niet gebruiken. En anders gooi ik het dus weg. Dus ik dacht van, dan kan de volgende er gebruik van maken. Ik ga nu nog de gordijnen eraf halen. De witte. Dat die nog, dat die van mij zijn. Ik wilde hier nog een lege house tour even snel doen. Want een aantal van jullie vroegen dat. Dus hier kwam ik binnen. Dit is mijn buurman. En voor degene die het niet weten, ik zat in de studio's complex, zeg maar. Zo. Mijn view. Dit ga ik wel heel erg missen hoor. Mijn view.
Ja. En dan een tafeltje. Dit stond er ook al in. De kledingkast. Deze lamp stond er ook in. Die heb ik opnieuw gekocht. Want die had ik natuurlijk niet meer. Ik vond hem niet zo mooi. Nou, keukentje. Laat even de koelkast open. En dan wat zeg maar. Dus hier heb je het bedgedeelte. En dan hier heb je de badkamer. Altijd heel klein geweest. Dat is ook al, was altijd al kapot. En dan weer de douche. Tja, tja. Zo was de douche. En ik deelde dus de wc. Dus daarom zie je hier geen wc. En dan als je hier zeg maar naar boven ging, had je dus het dakterras. En hier is dus de wc. Nou, dit was het dan. Oh my god. Ik ga nog één keer even dweilen. Het voelt zo gek. Ik had eigenlijk, gisteravond wilde ik al filmen op het dakterras. Maar was vergeten mijn camera op te laden. Ik heb nog gejournald daar. Ik heb opgeschreven waar ik deze afgelopen bijna 5 jaar dankbaar voor ben geweest. Wat dit huis me heeft gebracht. Waar ik trots op ben. En ik heb ook geschreven wat ik graag hier wil laten. Wat ik los wil laten. En toen heb ik dat helemaal zo verscheurd. En weggegooid. Dus ja, dat was het. Het is toch een soort van 5 jaar. En ik heb hier echt zoveel meegemaakt. Ik heb echt gelachen. Zoveel gehuild. Dingen meegemaakt. Memories. Dus het voelt toch wel weird of zo. En ja, tijd voor een nieuw hoofdstuk. I'm so ready. Ik ben zo klaar met dit huis. Weet je, een studio is echt super fijn in je studententijd. Echt, ik was hier zo blij mee. Maar op een gegeven moment groei je er gewoon uit. Bye, het was leuk.